Maatje. Welkom bij de allerleukste en geweldigste quest van de Nederlandse televisie. Genomineerd voor de Gouden Televizier Questring. U weet het zelf, we hebben het zelf in de leven geroepen, maar het is een prijs, gewoon, jongens. Weet dat het waar is, oké? En natuurlijk met de leukste presentator, de meest sexy presentator van de Nederlandse televisie. En natuurlijk ook met de assistenten die niet zo sexy is, maar ze doet wel haar best. Geef haar applaus, co-assistentie, ja! Bonocci. Bonocci. Je hebt al helemaal gekleed voor die Gouden Televisiering. Wauw, dat is echt zo een paar weken geleden. Ja, maar, oh, sorry, maar je bent wel mooi, Doosje. Waarom ben je zo blij vandaag? Ik heb goed nieuws. Je hebt goed nieuws? Ik heb goed nieuws! Ja. Je bent niet zwanger. Oh, nee, ik ben niet zwanger. Ik heb heel goed nieuws, want we kunnen nu dus Ken je ABC online spelen. Gewoon op de site van de NTR. Online? Ja, online. Internet, online. Wat, ze willen mijn baan hebben? Stakkooi, bobo. Hé, de kikker kon je me kan benang. Waarom moet jullie al onze banen hebben, zwaar? Etzo, je bent nu niet alleen hier populair, maar ook online een hit, joh. Een hit op die internet, joh. Ja. Ik ben gewoon hit nu. Sowieso. Oké, dus dan moeten ze spelen op die internet. Ja, Oké, dus mijn baan raak ik niet kwijt? Nee. Jij wel als je niet gaat koken, douchen. Oké, dus blijf kijken, blijf kijken. Waarom gaan we koken, douchen, zeg joh? Loop langzaam, langzaam. Elke week, we zetten al die postcodes van al die mensen hier binnen in een grote tombola. We draaien het in de ronde en kiezen we één winnares eruit. Geen winnaar. We zakken maar. En vandaag de winnares van de postcode loterij is geworden Manon van der Horst. Toch, man? Manon, Kiko, je schudt die ding, doe je. Tuurlijk. Manon, kijk, oké, je begint met man, maar je bent duidelijk geen man. Nee, Kiko, verre van dat. Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, uitgehuwd? Ik ben vrijgezel. Vrijgezel? Ja, echt. Ik ben vrijgezel. Ja. Ga je belly douchen, wat doe je voor werken, douche? Ik zit in de mode. De mode? Ja, ja. Oh, mode. Ja. Fashion. Nee, misschien heb ik nog wat leuks voor je. Iets leuks. Dit is niet leuk. Jawel. Dit is leuk als je geld moet verdienen op straat. Dit is hobby douche. Echt laatst. Oké. En wat doe je in die mode? Ben je zelf modelbewust? Nee. We zitten in kleding. Mm-hmm. We kopen het in Londen en we verkopen het op shows. Ah, oké. Je bent gewoon handelaar van kleren. Ja, zoiets. Okay, ja, van buitenland naar Nederland. Je importeert. Ik heb ook een broer, die had ook van buitenland in Nederland. Maar geen kleren. Hij doet andere. Hij doet veevoer, kon je. Jullie denken altijd weer aan andere dingen. Bon, maar nou, we gaan spelen. Ken je ABC? Ben je wel eens op een van die eilanden geweest? Nee, dat niet. Jammer. Dan ben je de perfecte kandidaat voor deze quiz. Alles fout prijs, alles goed prijs. Oh, ertussenin ook prijs. Mooi. Ga maar best doen. En eind van de show, gewoon kleedkamer douchen. Bam, oké. We gaan even naar voor de eerste vraag, even naar een stukje Willem kijken. Draai die Willem gewoon, joh. Dat was een filmpje van hoge bezoek op Aruba. Hele hoge bezoek. Binnenkort, op 20 en 21 november, komt er weer hoge bezoek op Aruba. Hele hoge bezoek. Maar van wie is die hoge bezoek? Is het A. Van koningin Willem... koning Willem... Een hele mond vol. Ik weet niet of hij je hele mond vol is. Hij blijft maar kampen, no? Maar van. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Mm-hmm. Is het B. Mark Rutte en Lodewijk Asscher. Die zijn niet hoog. Maar wel. Of is het open. Z? Jay-Z en Beyoncé. Nou, C zou erg leuk zijn, ja. Maar ik ga voor pannetje A. Je gaat voor pannetje A? Je denkt koning Willem-Alexander. Ja. Oh. En koning, ja, zo is haar pandje. Raak haar pandje niet aan. Manon, sorry.
Zwarte vrouw, haar pandje is heilig, oké? Okay? Wow. Maar jij denkt antwoord E? Ik denk antwoord A, ja. Ah, bang. Ja, ja, laten ja. we kijken, ik ben door de war door al die pandjes. Laten we kijken wat is het juiste. Antwoord A is helemaal goed. Ze gaan naar Aruba. Ze bezoeken van 12 tot en met 21 november het Caribische deel van ons koninkrijk. Dus als je klachten wilt tegen de koning en de koningin na 21 of voor 12 november, anders nemen ze de telefoon toch niet af. Oké, okay. We gaan naar vraag 2 en dat is de vraag van de ba. Weet je wat is een ba? Geen idee. Je weet niet? Nee, help. Het is een baarmoeder zonder armoede. Of een bekende Antilliaan. Bekende Antilliaan. Okay, deze keer hebben we een hele leuke. Het is namelijk Levi Stefani, de beste zanger van heel Curaçao. Buonanotte, Levi. Buonanotte, Edson. De divi-divi-bomen groeien in een bepaalde windrichting door de Passatwind. Maar uit welke richting waait de Passatwind op Curaçao? Uit welke richting waait de Passatwind op Curaçao? Goed luisteren, weet je het zeker. Is het A, noordoosten? Is het B, oostwesten? Of is het zee, noord-zuiden? Ja, ik ben blond, hè? Dus ik ben blond. Daarom dus heb ik jou uitgekozen. Helpen, uh-huh. Noordoosten? Ja. Toch? Mm-hmm. Oostwesten? Mm-hmm. Of noord-zuiden? Ik ga voor A. Je gaat voor A? Ja. Noordoosten? Laten we kijken wat is het juiste antwoord. Het goede antwoord is het noordoosten. Helemaal goed, dus zeg! Bon. We gaan direct naar de laatste vraag. Dat is de vraag van Coassistencia. Coassistencia, doe je ding, doe je ding, doe je. Ja, anyway. Mijn familie en ik hebben wel eens van die momenten dat je feestdagen hebt. Dat je bij elkaar komt, je kent het wel. Jullie zitten inderdaad in een kringetje met bitterballen. Wij niet. Heel gezellig. Maar wat doen wij dan? Dan gaan we gordijnen kopen. Ja, uitzoeken, kopen, ja, ja, gordijnen. Ja. Maar... Kijk, ik heb zelfs een stempel voor je. Kijk, alles zo. Ah, die stempel is hier van... Helemaal leuk. En deze is mooi voor de maar badkamer. De vraag is... Hè, wanneer kopen mensen op Curaçao nieuwe gordijnen? Welke periode van het jaar kopen ze vooral nieuwe gordijnen? Soms kopen ze ook als ze geld hebben, hoor. Maar wanneer kopen ze echt nieuwe gordijnen? Is het A. Op 2 november met alle zielen als eerbetoon aan alle overledenen. Maar dan kunnen ze door schone gordijnen je huis binnendringen. Is het B met carnaval, omdat ook het huis opgevrolijkt moet worden? Dat, weet je, dan kan iedereen dansen met die gordijnen en zo. Dan kan je daarna dragen als kostuum. Is het C met kerst, omdat alles in het nieuw gestoken wordt? Alles is nieuw met kerst, weet je. Nieuw leven, nieuw begin. Jezus Christus nieuw, gordijnen nieuw, kleren nieuw, alles nieuw. A, B of C? Ik ga voor C. Je gaat voor Ik C? Ik ga voor C. Doosje, wat is de juiste antwoord? Master Bataille. Master Bataille, helemaal goed, helemaal goed. Met kerst, meestal alles verkopen, nieuw, nieuw. Kleren, gordijnen, alles, heet eruit mee. Je was een fantastisch kandidaat, Manon. Dank u, je mag grabbelen in de doos, want die pandje heb je al aangeraakt. Weet je wat ik meeneem? Een stukje strand. Een stukje strand. Dat hebben we nu al nodig helemaal met dit goed, weer, Helemaal goed, ik vond je fantastisch. Bel me op 06-1234. Nee. Oké, doe eens gewoon. Tamira, bel me. Stiekem. Manon,